Ik sta bij de Primark, alleen ik ga waarschijnlijk heel vaak zeggen Primark, want zo noem ik het. Dus laten we maar naar binnen gaan. Ja. Ik ben een kerstelle. Oh, dat was er volgens mij ook al. Ah, daar komt ie. Oh, op de kerstman. Deze is ook leuk. Zo. Nou, ik ga ze allebei passen. Oh, hij hield hem hier. Jill de kerstelle. Oh, kijk, daar zit ook een elfenmuts bij. Daar ben ik. Zo, nou, laten we maar verder kijken. Ah, deze is schattig. Rudolf. Ik zie jou wat grappig vandaag. Het koffiemannetje. Oh, die is ook leuk. Die is leuk. Voor iets onder met de kerst. Vooral die trui en dan dat eronder. Ook leuk. Dit ziet er toch maar niet echt iets voor mij. Oh, kijk, ze hebben allemaal kerstjes. Oh, dit is leuk. Twee zuurstokken aan elkaar. En hebben we, oh, die is er ook daarboven. Ik heb deze ook, maar dan zonder Merry Christmas erop. Alleen die van mij geven licht. Kijk dan. Die bril. Ik ben zuurstokvrouw. Bam. Oh ja, dit vind ik leuk. Ik ben een cadeautje dan. Ik voel me nu echt een cadeautje. Even in de spiegel kijken. Ja, ik ben gewoon echt een cadeautje. Dit is wel een beetje jammer, want ik heb natuurlijk dat jurkje zit er met bij. Maar ik vind dit wel leuk, dus ik ga het toch leuk. Want dan ben ik een leuk cadeautje. We gaan daarheen, want daar zie ik iets heel leuks. Ik zie hier een hele mooie tas. Heel zo. Oké, ik wil eigenlijk dat jullie het ook voelen, maar het is heel zacht. Kijk dan, het is gewoon een zachte fluffy. Au, een zachte fluffy tas. Die is leuk. Maar ik heb al zo'n tas. Die ga ik niet mee doen. Die schoenen zijn leuk. Alleen niet in mijn maat. Helaas voor mij. Maar ze zijn wel leuk. Maar bijvoorbeeld, ja, ik heb uiteindelijk krijg ik een feestje. En dat is een soort kerstfeest. En dan is het toch leuk om deze schoenen. Alleen, ik zie de schoenen niet en dat is niet mijn maat. Ga ik maar door. Die hebben ze ook wat stoerdere schoenen, een beetje groenig. Die hebben ze weer wel in mijn maat. Maar ik vind ze niet leuk. Kijk deze boeken. En daar ligt hetzelfde boek. Kijk, dit is de boek. Even kijken. Deze, niet deze. Deze heb ik aan. Dit is mijn broek. Oh, deze is ook leuk. Alleen die is anders. Zwarte. Volgens mij is dit een beetje grijs. Volgens mij is dit ook. Ik hou van die broek. Want als het koud is, heb je hier een lapje onder. Dat, want hier heb ik hem er even afgehaald. Maar hier heb je dan ook. Dit is gewoon lekker dicht.
lekker warm. Nou, dit is ook leuk. Maar niet echt iets voor mij. Helaas. Ik heb al een kerstmaatje en die maakt dan muziek en die maakt dan kerstmuziek. En die heb ik ook van de Prima Academy. Ik denk dat ze die niet meer hebben. Of misschien wel de kinderen. Daar gaan we zo heen. Oh, kijk, hier staat de kerst. Ja. Kerst. Oh, ze hebben nog een. Oh, dit is ook leuk. Oh, dat is maar één hoor. Kijk, een muts met een rendier met een strikje. Lekkere, zachte sjaal. Ik denk dat je die dat wel kunnen zien. Dat is een heel zachte fluff. En hij is nog steeds. Wat hebben ze hier? Ook de twee pompommetjes. Ja. Ook die sjaal. Deze wordt sowieso zacht. Om je nek. Hij is zacht. Eco-conclusie, hij is zacht. Heel zacht. Ik zag daar een doos, ik weet niet wat erin zit. Zit een sjaal in? Oké, ik ga richting die kant. Oh. Hier hebben ze verschillende fluffy sjaals, dat zijn heel zacht. En ook nog normale sjaals. En wat is dit? Oh, dit zijn sloffen. Ik dacht dat was het al. Oké, die kant. Deze is ook zacht. Deze is helemaal zacht. En kijk. Kijk, helemaal zacht van binnen. Oh, ik zie hier iets. Waarom dit verschijnt? Dit kan inderdaad verschijnen. Zo, en wat staat er nou? Er staat iets. Wow. Ja. Ho. Ik, wat staat er? Oh. Die bril is leuk. Alleen ik heb heel veel brillen. Kijk. Ze heeft mooie bril. Ook die trui vind ik leuk. Deze trui is leuk. En die ook. Hi. Ik wil wel zo'n trui, alleen dat zonder ritje was. Ik vind hem niet echt leuk met ritje. Ja. Ik zie hier iets. Het ziet er best leuk uit. Het is
zijn niet wat kleine handjes. Dan ga ik hier. Deze is zo mini. En hier is het gewoon zacht. Heel zacht. Zacht. Oh, hier is hem ook in het zwart. Oh, deze ziet er leuk uit. Voor wat kleinere kindjes. Een mini mousetas. Weer een hele zachte sjaal. Oh, dit ziet er leuk uit. Kijk, een kerstman voor en je sleutelbos. En dan hangt er gewoon een kerstman uit. Wow. Kijk dan allemaal verschillende soorten zwarte oorbellen. Dat zijn er best veel. Dit is een kopje. Hoe heet hij ook alweer? Ik weet zijn naam helaas niet, maar ik weet wel dat alle karakters van Belle en het Beest zijn. En ik vind deze toch wel het leukst uit de film. Alleen ik weet helaas niet meer hoe die heet. En dat vind ik een beetje jammer van mij. Wat heb ik zien? Oh, dit is leuk. Kijk, dan als je daaraan draait, dan gaat hij waarschijnlijk lopen. En waarschijnlijk zit er of zoiets. Oh, maar god, gaat dat ook nou? Waarschijnlijk is hij echt tegenaan geknald. En waarschijnlijk ergens zit een rondje en dan komen die kauwgomsnoepjes komen er dan uit. En zo te zien hebben ze ook in deze. En waarschijnlijk doet hij hetzelfde met zijn ogen. Kijk, je ziet zijn ogen al. Ze zijn een beetje duizelig, denk ik. Is het heel groot? Volgens mij is het heel groot. Volgens mij is het nog groter. Oh. Kijk dan. Is lekker. Jelly beans. Dat ga je helemaal zien. Oh, kijk. Met allemaal van die steentjes. Wat is dit? Hallo? Oh, je hebt allemaal verschillende soorten kleurtjes. Ik denk dat die hier hoort, want ik zie allemaal van die beetjes. Zo, ik leg hier weer bij je vriendjes. Snoepjes! Eet daar. Lekker. Never stop dreaming. Wait for Eenhoorn. Zitten nou marshmallows in? Zie ik dat nou goed? Wat zit er allemaal in? Kom bij mama. Ik zie iets blauws. Ik zie hot chocolate. Heet chocolademelk mix. Ik zie marshmallows. Ik zie een koffiemok en ik zie wat blauws. Oh, en hieronder staan ze ook. Ze zijn overal. Nou. Ik weet zo wat ik wil van de kerstman. Doe mij die maar. En ze hebben er ook een voor de vaders, zo te zien. Eigenlijk de jongens. En met een hele grote koffiemok. En, of natuurlijk heet chocolademelk. En er staat hier ook heet chocolademelk mix en marshmallows. Die is natuurlijk ook voor moeders. Iedereen die het natuurlijk leuk vindt. Hier bij hele zachte fluffy sokjes Disney ga ik meenemen. Want ze zijn heel zacht voor in de winter. Heb je hele warme voeten. Kijk dan. Lijkt je net een soort pantoffels over je schoenen. Ze zijn wel zacht. Zacht.
nog een sjaal met Fluffy. Ja. Oh, dit is ook leuk. Voor een feestje. Even kijken welke maatjes er zijn. Even kijken. En het brandje. We komen bij de Winnie de Pooh. 2 bekers. Say yes. Good. Hebben ze in verschillende. Moet je natuurlijk wel een soort van in de vriezer leggen dat het een beetje hard wordt. Dat denk ik in ieder geval. Make-up, wat is dit? Eye candy. Het is voor je ogen, maar het is toch geen eten? Oh, ze hebben in verschillende kleuren. Oh, dan kan je het zo met glittertjes zo doen. Het ziet er wel gaaf uit. Oh ja. Wat hebben ze hier? Nog meer glitters. En... Wow. Glitter. Er is hier een glitterpalet. En het ziet super gaaf uit. Dus die ga ik uittesten. Dus die neem ik mee. Wat is dit dan? Blauw. Staat zo'n stuk. Ik denk dat hij als van kleur verandert naar roze. Wat is dit? Oh, dit kan je op je lippen doen. Oh, deze is leuk. Deze neem ik mee. Wat is hier? Oh, mijn kerstpuntjes. Ook dit. En dan kan je volgens mij, zo te voelen, ligt hier zoiets in dat je dan op kan warmen door 2 knopjes. En dan heb je heel warm op je oog. Kijk, dit zijn van die lipgloss van kerst. En deze vind ik echt heel schattig. Oh, en ze hebben hier ook nog van die lippops. Oh, kijk, hieronder hebben ze een hele grote set. Zijn hier echt iets leuks? Dan heb je dan een lipstick en dan is dit eerst een soort lipliner. En dan kan je al deze soorten lippen namaken. En ik vind het echt een heel groot pakket. Nou, hoe duur is die eigenlijk? 18 euro. 18 euro? Ik zocht er ook naar. Geen geheim, ik heb niks geheimzinnigs gezegd. Wat is dit? Jumper for your nail polish. Kun je dit nou op je nagellak doen? Ik denk dat ik het weet. Of je doet die nagellak erin of je doet je vinger erdoor. Dat de nagellak niet om de randen van je vinger komt. Ik ga hem meenemen om uit te testen. Oh, ze hebben hier ook nog met een flamingo hebben ze 2 nagellakjes en een pinguïn. Oh, kijk, hier hebben ze los. En
Dan kan je gewoon er eentje kopen voor je lippen. Oh, deze kleur vind ik mooi. Maar ik denk dat mensen. Wat hebben ze? Ja, eerst is hier een soort hele grote kwats met een staart eraan. En deze, ik vind deze heel gaaf. En wat is hieronder? Dit zijn hele mooie unicorn kwasten en ik vind ze echt super gaaf. Ze zijn 11 euro, ik pak hier wel een ander. En ik vind deze echt super gaaf. Ik neem hem mee, want ik weet niet wat ik. Wat hebben ze nog? Oh, kijk, ze hebben ook in een mermaid, een zeemermin. Hebben ze hem ook. En ze hebben hier nog van die grote kwasten. Oh, dit tasje ziet er wel uit. Ze hebben hier ook maskertjes. En ik denk dat dit een soort maskertje is dat je al meteen op kan doen. Dat je een regenboog-effect krijgt. En heb je ook met D allemaal. Het ziet er super gaaf uit. Het is gewoon eigenlijk een reinigingsstukje. Je plakt je op je gezicht. En uiteindelijk kan je hem eraf halen. En dan zie je dit. Staat dan op dat maskertje. En je hebt ook hier normale maskertjes. Ik weet niet of dit peel af is. Misschien wel. Volgens mij is het gewoon afwasbaar. Hebben ze nog weer allemaal tasjes. Een unicorn tas. Kijk. Ik vind zelf die wel wat leuker. Want hij heeft een soort, ja, een ruimteachtige sfeer. En dat vind ik heel leuk. Ik ga naar boven. Ik denk niet dat ik er wat vind, want het is de kinderafdeling. Maar we gaan er maar naar boven. Straks zie ik nog wel wat leuks. Wat naar boven! Ik zie hier boven. Want ik zie deze kerstsloffen en deze zien er heel grappig uit. En ze hebben hier ook nog een hele doos. Ik heb ook zo'n soort doos met dan een pyjama broek, een pyjama shirt, sokken en van die zachte sokken en een slaapmaskertje. Oké, okay. Ze hebben ook een cushion. En daarnaast hebben ze een unicorn. En het zijn allemaal slaapkleding. Oh, dit zag ik niet. Oh, kijk, je ziet heel licht zie je een soort hartje erin. Oh, dit ziet er leuk uit. Alleen het is wel een pyjama. Dit voelt heel zacht. Ja, zeker. Oh, kijk, ze hebben ook 100% unicorn patjas. Deze zijn allemaal heel zacht. Oh, dit is ook nog eens een bansje. Een staart. Wat is het? Oh, het is volgens mij een dino, want hij heeft een hele grote staart. Hij heeft ook twee horens. Zie ik hier achter nou een cookie monster? Zie ik dat goed? Zie ik hier achter nou een cookie monster? Het is een cookie monster! Kijk! Met die twee ogen. En dan heeft hij een koekje om van te eten. Ah, ik vind het echt super grappig. Wacht.
Hij heeft nog meer ogen. Zie ik dat goed? Er zit nog wat achter. Er zit heel veel achter. Is dit, wat is dit? Is dit een muis? Het is een... Ik denk dat het een muis is. Straks is het een beer. Oh, het is een beer. Ik dacht, het is een muis van ze. Oh, wow. En denk je dat dit die haan is die hier staat? Want het is precies hetzelfde. Ik vond het goed om ons wel. Een haasje. En dan hierachter zit een mermaid. Pak. En die is hier ook. Wat is dit? Kijk, een kleurrijke unicorn. Hij is very kleurrijk. Kijk. Nu ben ik een unicorn. Wat is die? Draak. Een L. Oh, wat is die leuk. En 100% unicorn met een staart. Wat zit er achter? Volgens mij is het een kat. Oh nee, het is ook een... Dit zag ik nog ineens, maar het heeft ook een hoorn en een hele schattig oogjes en een neusje. Ik vind het super gaaf. En hij heeft ook een staartje. En... Oh, is dit Stampertje? Volgens mij zit Stampertje heeft die staart. Ah, het gezicht. Ik zie een gezicht. Van Stampertje. En dan nog meer unicorns. Dit zijn sloppen met ogen. Oh, kijk dan. Het ziet er super schattig uit. Het is zo klein. Het is een dude. Oh, ook kerstboom met een kerstboom en... Oh, ook nog een merkpoesjen. Oh, dit is ook leuk voor kleintjes. Oh, kijk dan, dit is mijn lievelingskarakter. En dan heb je sloffen met een groot hoofd. Wat is dit? Oh, de slaapkleding. Ze hebben hier ook een glitterjurkje. Oh, deze schoenen zijn heel leuk. Voor fancy feestjes. Die helemaal fancy zijn. Oma 36. Ze hebben mijn man niet op 37. Ik heb zijn eenmaatje te klein. Helaas voor mij. Oh, wat hebben ze hier? Kleding, elfje, die. Oh, dit is ook grappig. Ik zie hier unicorns lopen. Maar wat kleiner. Oh, en ze hebben hem ook nog eens in paars. En... Oh, ze hebben hier ook nog een mini onesie. En van die kleine sloppy. Dit is ook een unicorn. En dat zijn deze bij passende sloppen. En die dingen hier ook. Die ik eigenlijk net wil laten zien. En ze hebben hier ook nog van die mini unicorns. Deze sloffen zijn een beetje glitterig. Ik zie een heel leuk rokje. En dan heb je allemaal glinsters. En die ga ik meenemen in. En ze hebben hier ook twee kaarsen. En dus je ziet er heel leuk. Oh nee, het zijn twee glazen. Twee glazen. En allemaal kerstballen. En die beker ziet er gaaf uit.
Oh, en ik zie hier wat leuks. Dit is iets met glitters erin. Het ziet er heel grappig uit. Oh, en nog meer versiering. Oh, oh, voor de Mickey Mouse fans. Sok van Mickey Mouse. Oh, wat hebben ze hier? Oh, die kerstman op een unicorn. Oh, wat grappig. Ik ga even schudden. Met glittersneeuw. Oh, en ze hebben hier een heel zacht kussen zo te zien. Hij voelt het in ieder geval zacht. Oké, ik ga die kant op. En dit voor de kussens, kaarsen. En een Doony Panda. Ik heb een Unicat. Heb ik hiervan. Alleen die hebben ze nu niet meer. Oh, is zo grappig. Oh, I'm hot. Oh, kijk voor de Pushing Fans en Pushing Baker. Wacht. First coffee time. First coffee time. Then love. Oh, wat hebben ze nog meer? Ze hebben... Oh, wacht. Is dit zo'n shake dingetje? Je kan hier dan je foto's inzetten. En dan heb je van die glittertjes die heen en weer gaan. En dit is een unihond. En deze kan, als het goed is, ook glitteren. Met glitters. En we hebben hier bordjes. En je hebt volgens mij verschillende aan de kleuren te zien. Je hebt een eenhoorn, alleen die andere zit een beetje strak vast, dus die kan ik helaas niet laten zien. Wacht, deze is zacht. Oh, ik zie daar iets grappigs. Volgens mij is dit Ior, hè? En die is Poel. En het is een handdoekje van Ior en Poel. Dat is Ior. En dit is Poel. Oké. Okay. Allemaal tinkerbelletjes. Oh, dit is zo zacht. Oké, en dan kan ik bij die jongens. Oh, is dit een kip? Is dit een fire's kip? En een kip. En een kip. Oké, ik kan de kip weer terug. Sorry, kip. Wat is dat? Is dat een bruine panda? En ze hebben een tegel. En ze. Dit is een broek. En dan kom je hier natuurlijk je voet uit. En dan heb je. Dan ben, is het een kabouter en die tilt jou. Maar eigenlijk. Til. Nou. Is dit misschien wat voor mijn broer? Ik ga even de kleedkamer opzoeken om alles te passen. Oh, de weg komt ook nog tegen voor de mannen natuurlijk de kersttruien van Rudolf en de sneeuwpoppetjes. En natuurlijk een kerstboom niet te vergeten met zuurstokken. Er zit een lampje. Dan moet die ook aan kunnen. Maar waar? Ik wil het zien. Nu moet het ook aan. Light up, ja, bijna het licht. Waar, oh, light up. Light me up. Oh, hier. Hallo. Hij doet het niet. Nou. Ik weet dat hier een knopje zit. Dus ik ga even naar het knopje kijken. Ah, ik moet hem aan. Jee, hij doet het! Oh, en allemaal verschillende lampjes. Oh, dit vind ik zo leuk. Maar... Iemand anders moet er straks ook nog aan, dus ik ga je even uitzetten. Sorry. Ja. Ik ben een kerstelfje. Ik ben een kerstvrouw. Nu de laatste, het rokje. Nou, ik ga het natuurlijk niet meer deze tijd doen, maar ik denk dat het alles wel op kan. Dus ik vind deze zeker leuk. Ik ben weer thuis en ik
heb het iets lekker geshopt en dit heb ik meegenomen. Ik heb het glitterpalet meegenomen. En heb ik het bijpassende Get Lips glitters. Ik heb ook nog unicorn kwasten. Ik heb nog een leren rokje gevonden. Dus in plaats van een glitterrokje heb ik het leren rokje genomen. Ik heb ook nog twee schattige schoentjes. Ik heb natuurlijk het diademtje. Ik heb ook een shirt gevonden. En dat ziet er zo uit. Het is een roze kleur. En ik heb nog een choker. En deze staat heel leuk bij mijn outfit. En ik vond het echt super leuk in de Primark. Dus ik vond het echt super tof. Doe een duimpje en vergeet niet te abonneren. Doei!